Okay, now the little break. I'm totally set up for the next game. Voila, this is better. Okay, let's start. Oh, let's select the game so we can control it. Ah, voilà ça. My cars. Let's take out the cool car. Been a while since I raced this one. Let's chat with Anna.
Let's start. I wanted to say, let's try and not hit anything, but it was already too late. Okay. Let's try and catch these guys. Oh, come on. No. And I missed it. Well, at least we're not lost. That's a good thing. Hey man, ik juist Discord opstarten ze. Gifts? Oho, 2 super wheel spins. En de Range Rover, dat is goed. Voilà. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away. But zien we dat er al nieuw volk is op de Discord? Precies niet, maar jij zit er al in, dus dat is perfect. We're
what we got so intense. Hoe is het beeld, man? Haper het of haper het niet? Nu in de menu kan het wel haperen. Dat kan wel eens gebeuren. Alhoewel dat precies toch niet zo erg is. Alleszins, ik zit op de Discord nu. Gewoon onder Forza Horizon 4. Als je goesting hebt om te komen praten, doe maar. Weet wel, dan kom je mee op de stream met je stem. Dus als je dat niet wilt, ja. Ah, iedereen is eruit gegaan precies. Dat jij dan ubeet farmen of niet? Want ik heb het gevoel dat jij dat niet zegt. Ah nee, dat is geen race. Een flag rush. Oh. Wauw. Ik heb gescoord. Oké. Forza is echt veel moeilijker dan dat lijkt. Inderdaad. Dat is zo. Et voilà. Hey, ik zit hier nog goed in ook, of wat?
Met de controller valt het nog wel goed mee, vind ik. Maar wat is uw naam of Forza eigenlijk? Want ik weet eigenlijk helemaal niet meer wie dat kan samenspelen zijn nu. Die flauw even. Even wat wheel spins. Oké. Niet slecht. Ah, nog een. Wauw. Ik dacht dat ik nog wel iets te doen had. Seasonal events, come on, waar zijn ze? Daar is er een. Daar. Oké, okay. Ah, hier. Ah, dat was het. Hey, als je wilt meedoen. Fly like an eagle. Oké. Okay. Als je wilt meedoen, G-Crit. Mij altijd, hè. Ah, perfect. Ik zit op de Discord, G-Crit, dus je kunt gewoon onder de stream een Discord open doen. En dan joinen in Forza Horizon 4 groep. En dan kun je gewoon bijkomen. Ah, dan is één keer uitgegaan. Typisch. My cars. I see no dat je vindt.
Welke auto was dat? Deze. Ah, oké. Okay. Ja, komt dan gewoon even op Xbox. Dan zet ik Discord even af. Voilà. U even toevoegen. Uitnodigen voor party. En voor de games. Zien we dat alle settings nog juist staan. Speakers, dus ik zou je normaal moeten horen, zelfs. Ah, oké. Okay. Geen erg. Join dan gewoon in Forza, ja. Maar dan ga ik wel even terug op Discord. En kan een Bas TV ook meedoen. Maar doe maar rustig, man. Voilà, ze. Design and paints. Paint car. Ah, dat is ook gemakkelijk. Special colors. Ziet er wel een fragile lot ook net, hè? Inderdaad, dat had ik ook gemerkt. Dat je nog in de club moest komen. Dus, waar zijn al die racen? Daar is er één. Ja, je mag die ander gewoon stopzetten. Ze kunnen het toch niet oplossen, hè? Ik slaag op niks waarom dat niet gaat, hè, maar... Bon. Kunnen ze niet deleten? Geen flauw idee waarom. Met een audio van de muziek staat nog op. Ah, nee. Difficulty moet op expert staan. Yep. De rest nog goed, af, af. Jeppa. Ja, echt super raar. Bon. Ik kan er geen tijd meer aan vuil maken. Ik kan gewoon deze club behouden.
Zeg, hapert de stream? Is er zo'n klein hapering eens gezien soms? Want ik blijf mijn problemen hebben als ik Forza aan het streamen ben. Perfect. Maar zijn kick slecht geworden? Is het al lang geleden? Of ben jij anders zo snel? Ah, perfect. Thanks voor het reageren, alle twee. G-Crit, je rijdt voor mij, hem. Ik kan deze niet winnen, hè. Come on. Is het verslagen, hem? Hij of toch uw drive daar. Geen stomme fouten maken nu. Thanks, man. Chat lezen terwijl ik aan het racen zei is altijd risky. Maar het is goed gekomen deze keer. En voilà. Oh yeah! On to the next one. Met een beste driftauto. Man, man, man. Ja, tuurlijk dat. Maar hij is denk ik al aan het denken welke dat is, hè. Ja, sowieso met een Formula Drift, hè. Denk het wel. Denk dat dat een beste gaat zijn. Nee, nog niet, denk ik. Welke Hoonigan auto is het? Is het de Hoonicorn of? Ah, oké. En jij stopt mijn race. Maar als het een nieuwe unicorn is.
Give it to me. Give it to me. Troll hat, patrol hat. Okay. Change car. And a hoonigan. Oh, je moet hebben, hè? Ja, die is echt gewoon perfect afgesteld, die auto, hè. In het echt ook, hè. Dat is een maffe bak. Ik heb de vorige versie een 1.0 van een deze, want deze is een 2.0. Dus zonder die turbo's van voor erop heb ik op Gamescom 2 jaar geleden gezien. Of is het al 3 jaar geleden? Ik denk dat het al 3 jaar geleden is. Perfect, man. Perfect. Ik zag het al. Jij bent crewleader, dus... kies maar wat we gaan doen. Nice. Een graaf bakje bijgekregen. Ik ben even met een unicorn wat upgraden. Hey Bas, als je wilt meedoen, joint gewoon even, hè. Voeg mij toe en joint, hè. Drift King. Oké. Okay. Meer ziel, hoe meer vreugd, jongen. Oh, die heeft er aan de velgen op gezet, zeg. Die had hij een tune heeft gemaakt. Waarom doe je dat? Maar mannetjes toch? Ik dacht dat hij een Drift King was. Dat is de slechtste drift auto dat er is momenteel. Ja, met deze tune toch. Die heeft gewoon veel te veel kracht op zijn achterwielen gezet.
Dat is altijd een goeie. Als je die ziet staan. Don Juan. Oh, ik weet het niet meer. Een Don Juan song. Dat is een bangelijke tuner. Je doet altijd goede tunes voor welke auto dan ook. Dat is ook een YouTuber. Maar je maakt echt altijd goede tunes. Goed uitgebalanceerd. En deze is wat dan een goede tune kan doen. Tegenover de Just. Hier is hem, ze! Met wat voor auto ze de gaan draaien, jongen? Hey, perfect man, joint ons gewoon, voeg mij toe. Lazy Mouse GD met spaties tussen. Is dat een driftbeeld of niet? Want die wil ik eigenlijk ook wel maken, dat is eigenlijk wel een geweldig idee. Laat mij even weten of dat een driftbeeld is. Ah, geen driftbeeld. Welke klas? Perfect, kun je gewoon joinen, man. Wauw, geen Bentley heb ik nog nooit gezien. Je is juist toegevoegd ofzo? Drukt gewoon op pauze en kijkt van boven welke klas dat is. Wauw, fuck, man. Een Cadillac, hè? Kunt je die niet kopen of wat? Kunt je niet kopen? Allee zeg, serieus of wat? Nope man, kunt je niet kopen. Heb jij die gekregen of wat? Ja, ik denk dat je die moet winnen. Als ik naar Cadillac ga, krijg ik niks. Oké. Start jij race knap, hè? Oh ja, doe maar, hè.
That was, yeah, like... Goed, start er maar in. Ik join wel. Ben je helemaal upgraden? Et voilà. En een super wheel spin. Nice. Hopelijk krijgen we iets goed. Ja, dus hopelijk krijgen we iets goed, maar dat lust er duidelijk niet. Ik kan deze het goed maken. Oeh, nog een. Niet slecht, niet slecht. Nog wat extra auto's bij. Ik zijn leaders. La chance dat jij dat nog zegt. Zullen we British Racing Green doen? Als dat goed is voor u. Moet ik alles nog van doen eigenlijk. En even drinken halen. Of gaat dat direct starten? Ah, ik zal deze maar eerst doen. Oké. Okay.
Kom op, we zijn weg. Blijven rijden. Holy damn. Dat blijkbaar nu wat meer, want we gaan gewoon lossen over. Perfect, man. Oh shit, come on, come on, come on. Okay. Et voilà. Passy Power 2005, dat was het, hè. Voilà. Ja, nee, nog niet. Dat is juist. Oh, is mijn spel nou juist afgesloten? Ja. Mooi zo. Hallo. Hallo. Ah, dat is juist, dan moet ik mijn spels achter zitten en mijn muziek. Ja, ik weet het, heel kut. Heeft die J-Kret, heeft die ook een microfoon? Ja. Oké, dan lief ik even een party, dan ga ik hem hier in als goed schakken dan rollen. Echt, elfen! Want mijn muziek is toch veel te laat. Sorry, wat zei je? Ik ga even uit de party en dan weer opnieuw in. Dan kan ik als het goed is een J-Kret horen. Ah, perfect. Oké. Okay.
Oké. Nu kan ik iedereen terug uitnodigen voor de game. Oké, ik lief even je tweede stings. Ja, perfect man. Word je niet kwalijk genomen. Ja, dan zorg ik je dubbel. Oh shit. Ik ga heel even drinken halen. Doe maar. Zo, ik zit erin. Hek. En G-Crit, daarna toch een ding of, hè? Ja, ik heb van het team gelend. Ah, voilà, zo. Team is eigenlijk dat zijn even mag gebroken. Komt een team niet? Ik heb het gevraagd, maar een eigen boosting. Ik niet, Timmy. Ai, ai, ai. Mocht je wel Mike vliegen, maar dan ook. Als hem niet wilt, dan wilt hem niet. Ga ermee. Voilà. Ik heb werk waar ik klaar waar jullie zijn. Ik zie alleen J-Crap nog maar. Ik zit helemaal. Ik heb nog wat danger signs gekregen blijkbaar. Ik ben helemaal links van boven bij de train station. Oh ja, kijk, ik weet het al. Oh ja, ik zie het. En daar ga ik naar beneden. Bon. Ja, we zijn er allebei. Perfect. Kunnen we een raceje doen, hè? Ja, is goed. Maar wat wilde doen? Een gewone road race of iets specialer? Hij maakt helemaal niet uit. Mijn excuus. We gaan zien een rally en anders. En hoe ga ik het streamen voor u, Bas? Wat zei je?
Hoe gaat het streamen voor u? Ja, ik stream niet heel vaak meer. Hé, maar uw streamkwaliteit was keigoed. Dat moet ik wel zeggen. Ja? Ja, het was echt goed. Ja. Bij mij stond dat het heel slecht was. Oké. Gek. Nee, het was vloeiend beeld, ik hoorde nu perfect. Was niks dat ik kon op aanmerken, dus. Ah, oh, bedankt. Welk een auto, hè? Ook nog het gekke is dat ik maar één streepje wifi in mijn kamer heb. En toch nog zo goed. Ja, daarom. Nee, het is S1-klasse. Welly. Ja. Good to know. Ja, het is maar dat iedereen het weet. Ja, niet zoals een andere keer dat ik door... Het rally was en we pakken allemaal mijn motto. Een 3-klasse slager. Nee, dat was met een auto die niet gemokt was voor de rally. Ah ja. Oh, ik heb per ongeluk heel de dingen uitgenodigd, precies. Echt, ja. Hij er juist wel VR proberen te streamen. Ging precies wel goed. Kon ik wel meer doen. Ja. Plezant, hè? Dat is bangelijk. Ik was Skyrim aan het spelen in VR, dus. Ah, oh, Timmy had dat ook even gedaan, VR in Skyrim. Dat is echt plezant. En ik heb die move controllers en zo, en dan kun je echt zo trucjes doen met je zwaard. Skyrim in VR. Ja. Timmy vond het niet goed. Timmy weet nooit wat dat goed is. Maar zegt hem dan niet. Ik kan je wel horen, slimmer. Ah, kijk. Ik kan nu horen. Ja, alle chance weet hem dat maar een grap is, hè? Wat denk je, of wat is dat, hè? Oh god, ik weer de slim staan het, hè. Kom, tik in orde. Geen probleem, ik beland wel ergens tegen een boom altijd, dus... Oh, ze alle twee wel mooi level 85. Ah, ja. Ja, remmen is toegestaan. Die Yuri vindt het altijd kei plezant, dus dat maakt niet uit. Oh, dat gaat maar nog lang achtervolgen. Oh, my! Eén keer gewoon. Ja, en ik heb een checkpoint gemist, dat begint hier al kei goed. Ik denk dat ik wel lag had. Ik vloog ineens naar een andere kant. Maar dat is even geleden, maar. Ja, bij mij ook, ze. Vooral dan rally. Maar kom aan, we mogen ons niet laten kennen, hè. Allee. Wat ik nou... is dat ik zei dat ik de sloomste auto heb. En de volgende staat ja. Boven jullie. Het is er meer dat ik zeg, we mogen ons niet laten kennen. Town to town.
Come on. Oh, dit is nog maar één lap? Jemig. Ja, dat is echt een grote ronde. Come on. Wow, Jury, waar zitten? Hier van achter, jongen. Oh. Oh, my. Dan begonnen we weer een fout en dan stonden we weer ineens 2 seconden meer achter. Hè. Die ene checkpoint heeft mij echt een das omgedaan. Nog wel mooi teruggekomen min of meer. Hey, hoe lang spelen jullie voor zaal? Dus ook 1, 2, 3, je weet wel. Ik ben begonnen bij 2. Oké. Maar... Ik speel nu al 8 jaar. Volgens mij. Wauw, fuck. Ik heb alles uitgespeeld. Oh shit. Oh, ik heb ja, de 21 uitgespeeld en daarvoor ook zo goed niet eigenlijk. De 3 heb ik volledig uitgespeeld. De 2 heb ik een tijdje gespeeld, maar niet volledig. Ik ben altijd meer een Gran Turismo man geweest dan een Forza man, dus. Mijn vriend heeft nu Forza 2, maar die graphics zijn zo low vergeleken met deze. Je kunt dat echt niet meer spelen. Nee, dat gaat gewoon niet. Oké, we hebben dik verloren, maar goed. Ja. Maar je krijgt toch altijd even wel geld, dus boeien. Ja. Moet we eens even slagen geweest er iemand die in een lagere klasse van auto had. Ja. Wat een afgang. Godverdomme. Maar die speelt het al 8 jaar. Dat is ons excuus. Ja. Ervaring wint. Voilà. Jullie klinken echt alsof jullie 20 zijn, klopt dat? Ja, 29. Oh, 36. Oh, ik ben maar 13. Ach, jij bent nog maar 13. Oké, okay, perfect. Ja. Moeten we op ons taal letten, hè? En jij speelt het al 8 jaar, dus jij speelt deze sinds je 5 jaar. Ja, 6, dat is veel vet. Holy damn. Ongeveer 8, ja. Waar gaan we nu heen? Dat is een heel goede vraag.
wel eens zin om dit in groep te doen. Dat is juist een voorzeton. Even de voorzeton doen. Prima. Volgens mij zit ik niet eens meer in jullie sessie. Jawel, je zit er aan het inkomen. Ja. Oh ja, ik zie het. Dat is omdat ik op PC aan het spelen ben. En dat duurt altijd even voor de Xbox-mannen erbij zitten. Ben jij nou? Inderdaad. Oh my, dat is vers, zeg. Gewoon even... teleporteren. Oké. Welke auto gaan we dat doen? Een honeycorn, hè? Ja. Een geweldige auto. Waar is de Yuri? Zijn ons. Je kunt teleporteren naar ons, hè? Ja, fast travelen. Ik heb nog anderhalf minuut. De tijd zat. I'm on my way. Oh. Welke auto gaat het pakken, Jan? Hoe is er gaat buiten? Tegen mij of tegen... Tegen de Yuri, hè? Ja, Yuri. Kom, hè. Jij zit in de menu, hè? Ja. Kom maar naar favoriet pakken. Ik heb veel auto's mee.
Heb je nog veel gespeeld, ja. Ik heb nog even gespeeld, ja. Ah, oh, smidden en een speedtrap. Oh shit! Ah, hier begint de speed trap al. Ah nee, toch niet. Nee. Ja. Zit hier weer vast achter een boom. Prachtig. Leren. Die Unicorn is ook ziek snel hoor. Houd me tegen! Dat is niet waar, want ik kunt hem maar door. Nee, ik zat hier nu vast. Zie! Hallo? Rijd gewoon door mij heen, of hè? Ja. Dan moet ik terug met een unicorn pakken, zelfs als ik daar ben. Hey, Pygunner! Laggen jullie ook heel erg? Ja, oh. Ik heb ook heel veel lag. Ja, ik ook. Ik niet. Allemaal die waarschijnlijk. Oh ja, ik begin er anders neffen, Juri. Oké. Even de unicorn terugpakken. Droom het anders even weg, Jaren. Oh wauw, gefaald. Moet ook kunnen. Ook ervan. Ja, ik ben er even gereden. Mocht al die vlaggetjes missen, maar als je de laatste mist, dan zit je gescheten. Hoe is er met Pygunner? Ik sta anders juist tegen een
Moest tegen een boom van zo'n tuin door. Ja, wel, ik ben hetzelfde. Ah, die unicorn is ook niet gemakt om door het zand te rijden. Maar dat doe je toch maar. Ik kan al zeggen dat het volgende een danger sign is. Dat is meestal en aan een drift. Nee? Ik ben wel een team aan het volgen. Ah. Je had krak hetzelfde af, hè? Toen is ook bezig met je voor dat dan, ja. Maar dat hem dan eens meedoen? Nee, hij wil het niet. Hij wil doen wat dat hem wil doen. Ja. Misschien wilt hem gewoon niet verliezen. Zal ik wel altijd doen, denk ik. Come on. Yeah. Yep. Is dat een jump doen dan of hè? Mhm. Als ik er op tijd ben, dan kan ik meedoen. Come on. Maar dat is wel een fameus afstandje terugrijden. Ja, nu zit ik weer vast. Ik zit in dat waterval dinges. Kun je een auto nu resetten op een bepaalde manier? Ik dacht in de pauze menu. Ik ga gewoon spannen. Kost me wat geld, maar ik heb toch half miljoen. Oh, en ik zit niet door die vlaggetjes gereden, maar wel naar beneden. Nou, oh, prachtig. Dan moet je rewinden. Ik heb rewind afgezet voor meer geld te kunnen krijgen. Oh, dat is kut. Jo, niet slim, maar... Dat
vergt ook meer in concentratie en een mistake is een mistake, Jorm. Laat die zijn, hè. In techt gaan we dat ook niet kunnen doen. Oef. Ja, allee. Ik haat bommen. Ja, oh, we zijn er toch. Top. Lasse. Gaan we nog eens een race starten. Ja, na die race ga ik ook. Ja. Yeah. Voorkeur van klasse? Nee, niet echt. Ja, misschien X. Ah ja, is goed. Gewoon heel snel. Perfect. Even een custom event aan snel maken. Voor X-klasse, anything goes. Ja, perfect, hè. I'm gonna borrow. borrow. Vertrouwt het niet? Ik heb geen X. Ah, oké. Ik heb geen X. Ja, die Senna konden geen S1 maken, dus... Ik dacht, ja, dan maken we er ineens een X van. In zoveel sportwagens niet. Geen een X. Ja, maar online zetten er echt niks mee, met X. Of, nou wel, hè. Ja, nu wel. Hey, hebben jullie die glitch ook al gezien, waardoor je super snel miljoenen kan verdienen? Ja, maar nog niet gedaan om eerlijk te zijn. Nee, ik heb het niet. Ja, wel gedaan, alleen niemand liefde me. Hey Noah, Mooney, dus ja. Is dat Doom Doom? Thanks for the follow, man. Dat is ook de gemakkelijkste naam dat je kon bedenken, zeker? Noah Mooney is dat Doom Doom. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Hey man, alles oké? Okay? Hey, als ik iets zeg op Twitch en die mensen moeten mij een naam uitspreken, dan hebben ze ook altijd last, hè? Ja, nog okay, met je was. Iedereen vindt uit de bocht hier. What the fuck? Oh, ik heb die sirene van. Yep. Smer op. Ik heb u er niet afgeramd, oké? Okay? Je hebt helemaal van de wijs gebracht, ik heb u die sirene. Alleen als ik je fan, dat is fucking ja.
Maar deze is echt een rakette, man. Heb ik die een checkpoint? Heb ik die een checkpoint? Ja, ik heb hem. Ik weet niet hoe, maar... Ik ga een beetje driften met de Senna. Een heel technisch stuk in de baan. Ah, oh, dammit, heel die bocht verkeerd gepakt. Gemist. Prachtig. We gaan allemaal echt heel slecht. Oh, maar ik denk dat ik de computer wat te moeilijk heb staan. Oh, en ik ben ook ja, echt niet gewoon van met deze auto te rijden, dus... Ik hoop niet meer, hè. What the fuck? Er is zo'n ghost, is geglitched. Oh mijn god. Yep. Hey, beter kunnen we die glitch zo meteen even 3 keer proberen, voor iedereen 1 keer. Run! The fuck? Wat is er? En welke glitch is dat? Je weet al, die glitch van dat je heel snel miljoenen krijgt. Hey, Jeroen, je kunt even iets afdoen, hè? Ja, is goed. Gaan we dat proberen? Ja, is goed. Maar hoe ging die nu weer? Dat weet ik niet meer, eigenlijk. Ja, ja, ik snap het wel. Ik weet nog wel. Het duurt echt super kort. Ik denk 2 minuutjes per keer. Oké. En volgens mij moeten we naar een specifieke plek. Ik weet al welke. Oké, ik volg u. Nou ja, ik ga spawnen, dus ja. Ja, maar geen probleem. Ik spawn gewoon op u. Oké, ik weet niet of jullie er al zijn. Nee, nog niet. Het is, Even kijken. Ja, het is deze. Hij zit naast de stad. Rechts onderaan, zo'n beetje. Daar ben ik nu. Rechts onder de grote stad. Ja, ja ik ben er nu. Ik ben al even... Rechts. Ja, je zit er ontbij komen nu. Oh, een weg dat ik nog niet heb hier, zeg. Ja, ik zie nu. Haha, 44 volgers, hè. Perfect. Oh, welke klasse auto moeten we hebben? X of?
Dus deze moet ik doen, of wat? Ja, en dan moet je naar customs, weet je wel, die mensen gemaakt hebben. Ja. En dan moet je iets van last month of zo, weet je wel. 1 miljoen, no lie. En dan zie je dan, ja, nou, waarschijnlijk. Dan zie je iemand van geld en dan zie je het onder 50 laps, weet je wel. Ja. En dan, ja. Dat is hem. Oké, okay, dan pakken we dan deze. Dat moet je wel doen alleen van de convoy, hè? Ja, ja, ja. Maar gezien is dat nu in orde. Oké. Okay. Wie begint als eerst? Ik weet niet wat we moeten doen. Ja, die andere moet nog even joinen. Tenminste, hoeft niet. Nee, die is even gaan roken, die joint zelfs wel. Wauw. Nou, kijk, ik hoef hem zo meteen alleen maar te dieven. En hij heeft al gewonnen. Ah, op die manier! Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. En hopelijk werkt hij nog. Zeg, ik kan ook wel heel wat geld verdienen. Gebruiken. Maar je zal ik even lieven, dan kun jij zien hoe dat je het krijgt. Ja? Weet ik zeker? Ja, doe maar. Oké, ik doe het zo ook voor jou. Oh, je gaat nu al. Oké, okay, laat maar dat. Nee, dat is een andere. Ja. Gewoon een klein stukje rijden. En dan gewoon moet je lieven. Ja. Dan zou het moeten werken. Ik hoop het echt. Oké, we zullen één ronde rijden. Gewoon om zeker te... Ik had er één gedaan van 20 laps en toen had ik al 200.000. Nee. Dus. Heb jij ook VIP? Hopla. Heb je ook VIP? Welk heb ik ook? Heb je VIP? Ja, heb ik ook. Ja. Oké, mooi. Dan krijg je, ja, je weet wel dat je dan dubbel krijgt. Yep. Oké, ik ben gecrashed. Dus ik doe een rage quit, zo gezegd. Ja. Oké, nu ben ik alleen. Er gebeurt helemaal niks. Je blijft gewoon alleen in die race. Ja, dat ben ik niet ook. Dat sukt wel, dan hebben ze het gepatcht. Ah, nee. Dat vind ik heel jammer. Ja, kijk, lief hem ook. Jammer. Ja. Ja, het was te proberen. Voilà, het is daar. Geen flauw idee waar je nu bent, maar... Ik kan ook even niet. Ik was van auto aan het veranderen, dus. Ik zit nu eigenlijk nog altijd op dezelfde plek. Ik moet nu nog hier wat wegen verkennen. Oh wauw, ik ben weer offline. Ja, ik ga ook even. Oké, perfect man. Ik ga. Tot de volgende keer. Tot
Twee. Yo. Doe de groet. Oh, hij is er al. Oké, okay, doei. Ik zit heel aan het volgen. Jeroen, ik kan nu niet. Oh, hier. Oh. Ik kan ook heel even een fris neusje halen. Maar ik ben binnen 2 minuten terug, dus kom tik in orde. Is goed jongen, ik ben een beetje tranen met mijn auto weer, want... Maar die was keigoed jongen, come on. Dat was heel goed. Ja, dat wilde. Misschien is het allemaal de tips gespeeld. Oh. Ja, is allemaal het. Maar deze soort bakjes. Tot ziens. Joep. Oh, dit springt juist naar boven. Sorry. Perfect. Nou, een raceje doen, hè? Ja, wat jongen. Ik heb hier een zotte auto, jongen. Ook gekregen, of wat? Je kon niet zeggen. Ja, zeg. En die auto is niet normaal. Ja, en nou, waarschijnlijk. Nee, dat is een half elektrische, hè? Dat is een shot tot oké, maar. Maar ja, tuurlijk daar. Ik heb hier nog een fast travel bord. Oh, daar hoor, daar heb ik al. Is een keer overgesprongen. Naar boven tegen 55 per uur.
Deze wegen moet ik nog verkennen. Doe die even nu, ik volg hem wel. Dat kan. Kom aan, auto, elektrisch. Wel, op zand zal die niet zo goed zijn. Nee, die trekt altijd scheef, jongen. Ja, dat zal wel. Naar dan een andere kant. Draait allemaal rond. Ah ja, ik ben bezig weer rondrassen. Wacht, ik zal helpen, ik zal helpen. Ja nee, ik bedoel dat ik over de kop ging. Nee, niet van de baan af. Maar ja, zo is gewoon het zicht over Edinburgh. Ik zie. Ah ja, daar. Ah ja, daar zie ik het, ja. Zal ik mijn auto richt houden? Voilà, road discovery. En daar gooi ik. Daar gooi ik naar beneden. Ja, mijn Audi is helemaal getuned tot rallycross auto, hè, dus. Er gaat er niet van winnen op het zand, hè. Oh, ik weet niet, waar zit mijn andere auto? Oeh, ik heb hier nog een tof auto ook. Oei, oei, het zal weer wat zijn. Hier een zalig in deze. Het is nog altijd een dijklas, hè? Voilà. Ik denk dat deze laatste viewpoint is dat ik moet hebben. Yep, taking the grand tour. Voilà, c'est. Alle beauty spots ontdekt. Oké. Okay. Achter mij is. Eerst een hele schone livery. Eerst een hele schone livery, hè, Jordan. Ik zal even wachten op je. Ik ben onderweg, jongen. Dan kijk even mijn auto veranderen. Welke klasse is dat? Het is een D. Aan een D. Een D100. Oh, ik heb het maar eens zien, dat delivery. Die goede delivery vind ik zalig. Geweldig. Wat vonden we van een beta? Van valt 76. Ja? De Timmy heeft er juist even gespeeld en voor mij is hem niet echt. Ik vond hem ook niet echt goed. Ik stoorde mij eraan dat er geen NPC's waren. Ja, maar het verhaal is dat je 20 jaar na de oorlog erin komt. Is het de eerste Volta open gaat, hè? Dus dat is inderdaad zoiets van. Beginnen? Ik heb een event gemaakt. Oké. Haha, hey Bas. Dus een museum. Ja, het is een museum. Ik heb juist een auto. Dan kan ik die auto in een keer testen. Ja, voor mij is deze ook een test. De eerste keer dat ik met je een Corvette ga rijden, dus. Ik kom aan een. Wat is dat nou? Kan dik tegenslagen, kan heel hard meevallen. Ja, maar ik vind dat die Corvette heeft echt een geweldige achterkant, maar een lelijke voorkant. No coaster. En ga een Challenger. Oké. Okay. Challenger 15 tegen de Corvette 15. Screw in. Ja, Corvette C7 denk ik. Dat kan wel eens goed zijn. Kom met twee jongen. Daar gaat hij. Ja, en Jorgen is al weg.
Ja, ik denk dat ik de juiste tune heb gekozen. Voilà. Moet ik even wachten op u, of wat? Nu het jongen, doe maar. Ik kan als bit wel iemand het bit mocht gaan fout. Ik maak nooit geen fout, dat weet het. Oh shit. Ah, oh, dan ramt hij mij ook nog, zeg. Ik zit ook van de bar gegaan, joh, sorry. Ik heb even wachten, of wat? Nee, het moet niet. Oké, hij komt er al aan. Ik wou juist gaan zeggen, jawel, jawel. Ik zit keiver achter. Smelt. Just niks. Ja, jawel, je hebt me van de bar geramd, ja, in een bocht. Godverdomme, hè. Hij is aan het wachten. Is goed. Vriendelijke Ike, hè? Ja, ik zal, dan zal ik zo vriendelijk zijn om achter u te blijven nu. Ja. Hé, hey, maat. Ik kan beter 100 blijven rijden, want. Waar is het, jongen? Ik zit er. Even smerig spelen, zet hem. Oh, ik kan het toch niet voorbij gaan, joh? Ja, chansken, hè? Ik denk dat je die auto iets te hard een drifttune hebt gegeven. Nee, dat heb je een drifttune. Want ik zie. Ik heb mezelf getuned. Ja, daar hou ik mijn eigen niet meer bij bezig. Ik heb gewoon de tune van andere mannen. Ja, die Corvette was zeker niet slecht. Ja. Wel een goede auto ook. Dat is een goede auto ook nooit, joh. Ja, we gaan nog wat nachtracen doen, want ik moet die street scene nog levelen. Ah, oh, geen probleem, jongen. Easy victory is for you, hoor. We mogen gewoon wat verschillende auto's pakken, hè. We hebben nog genoeg staan. We gaan het wat interessant houden, hè. Oh, ik moet ook een keer kunnen winnen. Voilà, die is dat, hè. Ik zou zeggen, voor de volgende pakt gewoon mijn auto. En even nu. Even uw ogen dicht doen, de welke dat ik pak, oké? Okay? Dus ik mag pas zien. Als de race al gestart is, ja. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Als je daarna nog bij komt, ze. Zou geweldig zijn. Ik ben al zeer aan het joinen, ze. Ik heb, wacht, ik kan nog heel even wachten totdat jij er echt bij zit. Ja. EVP. My convoy.
Okay, join, dan battle lead this car. Okay, dus mijn ogen toe, hè. Kijk, ik heb het waarschijnlijk al gezien, hè, welke dat is. Nee, ik zou mijn ogen toe houden, joh. Little surprise. Nee, dat is echt waar. De Timmy is mager toch. Wat? Sorry, makker. Ja. Op de manier waarop. Oké, we gaan beginnen. Ik heb nog altijd niet gezien. Nu mag je kijken. Of met dat. Maar dan heb ik ook. Maar niet in X-klasse. Nee. Maar ik heb er wel een andere livery op staan normaal. Een X of A. Oh, jam. Oh shit, maat. Het grappige is dat jij het UPS en ik heb mijn man een DHL livery op. Dat had eigenlijk veel beter geweest dan we nu zo even vooral achter de rest kunnen doen. Ja, om te snel ze iets leveren. Ja, om te snel de pakjes af te leveren. Allee, om! Ja, ik ben hier zwaar aan het falen. Ik zit ook mijn concentratie. Oh. Kwaad. Ja, je mag ook wel eens fameus crashen, want. Ik denk dat ik juist 10 seconden bekend heb stilgestaan omdat ik maar niet vertrokken geraakte. Oeh, is er al. Mijn spel blijft haperen. Shit, shit, shit. Ja, oké. Okay. Ja, nou moeten we wel winnen, hè. Nope. Ik heb een checkpoint gemist. Je dat doet. Jeppa. Hij had ook een checkpoint gemist. Nog juist gewonnen, zeg. Oh, ik heb mijn auto winnen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik heb de auto gerokt. Ja, dat is ook weer al goed gewonnen, hè. Ja. Ja. Hey, dat is geen gemakkelijke notto's, hè. Nee, dat mag. Maar nu is het een S1 of een S2, dacht ik. Nou ja, kan wel. Is dat niet de standaard, S1 en S2? Dat denk ik niet, hè. Ik denk dat dat een A was, denk ik. Ja. Dat ding een B of een A, denk ik. Nou, kan ze. Pom, wat wou ik zeggen? Ik ben bekend geprestiged. Heb je het gezien? Level 200 is dat zeker, dat geprestiged. Waarschijnlijk, je dat level 200 geprestiged in die jaren. We hebben 200 tech prestige, ja. Wel. Ik dacht dat we wel de prestige in hadden. Hmm.
We zijn hier zo te bakselen. Oh, welke auto gaan we naracen, hè? Ja. Hier stuurt Tim ook zo zin dat ik de auto voor hem. Mag gewoon niet kiezen. Ja, ik zie wel of ik de auto voor hem of niet. Oké. Okay. Goed. Dan hebben we een deal, jongen. Maar nog een wheelspin gekregen, zeg. Is. Een wit leren jasje gekregen. Daar doen we het voor. Een wit leren jasje. Dood. Ik zie hoe je van deze auto kunt winnen. PvP, my convoy. Multiplayer gaat al sneller, hè? Ja, het is precies buiten nu. Oh nee. En binnenkort een nieuwe expansie. Oh nee. Oh nee. Oh, ik kan oude auto niet pakken, maar de auto die ik pak is gemokt voor, is gemokt voor drag. Hey. Ja. Het is wel in dezelfde klas. Oké. Okay. Maar vanaf een hotrod kan ik niet winnen. Alhoewel dat mijn auto, alhoewel dat deze auto ook in principe geclassificeerd kan staan als hotrod. Ja, de Chevy Bel Air, ja. Ja. Met een bone shaker gaat u toch laten shaken, zijn maat? Denk het, jongen. Vooral uw level 883 tegenover een 900. Ja, maar dan moet ik niet volgen wat hebben we gezien bij de Bas, hè. Dat is waar. We doen deze duidelijk wel. En ook omdat ik een drag auto heb, dus mijn bandjes zijn niet echt goed voor... Ja, mijn bandjes zijn ook niet echt goed om bochten te pakken, merk ik nu. Ja, maar man... Oh. Te pakken met die auto kan ik ook niet, dus Kijk, hij is alleen maar gemok voor rechteur te gaan dan deze. Ik zie het. Deze toch eens een andere tune zoeken, denk ik. Als je wilt, dan doen we zelfs even wat draak racen, hè? Of dat is gewoon recht al aan, dat is te snel verbaasd. Ja, ik ben er level 2 in, denk ik, of ze. Maar dat is allemaal goed, jongen. Dan pak ik mijn best auto's en... Ja, maar ik heb ook een draak auto's, hè. Ik heb dat ik eigenlijk eens zou moeten veranderen naar een andere tune. Ik heb verschillende, een paar auto's die wel goed zijn voor traction. Wat vertekken zich. Nou, ja, dat was toch niet de beste keuze, ja? Nee, ik had beter hebben auto geleend. Het is voor drag, al het is wel not over drag, maar zoek je geen ogen accelerateur. Accelerateur doet hier ook niks. Oh, scherpe bocht. Voilà, ze. Ja, maar ik kan eigenlijk ook stoppen met spelen. Ja, is goed, geen probleem. Mijn vriendin is terug thuis. Ah.
Ah, oh, je moet gewoon, ja, begrijp het. Socializen. Een beetje tijd geven. Hm. Voilà. Plezierkes doen. Het is daar. Hey, goed man, tot de volgende. Tot de volgende, jongen. Yo. Groep.